We hebben alles ingepakt in de auto. We gaan naar de Bertrie toe, camping de Ardennen. En we hebben de deur op slot gedaan, alles is op slot hier dus. En op naar René Lakenman, de abdij, om hem daar af te halen samen met zijn vriendin Anja. Ja, ja. Ja, hoe zit dat dan of zo? Ja, van Dolf Brouwers. Ja, nou, we zijn bij René Lakenman geweest. En nu ook bij zijn moeder. Even een kopje koffie gedronken. Bij Lakenman hebben we uiteraard even de spullen ingeladen van hun. Van hem en Anja. En nu gaan we naar de auto en gaan we de reis aanvangen. Wat gaan we daar goed doen? In Bertrie. In Belgisch-Luxemburg. Alles is goed gegaan. Veel drukte op de weg. Wegopbrekingen. Files en dergelijke. Dus we gaan ons nu even, en daar staat de auto dus, en we gaan ons nu even melden bij de receptie. En uiteraard doen we dan even de camera uit privacy overwegingen. Anja en René hebben een groot deel van hun spullen al uitgepakt. Eruit gehaald, ik ben nog bezig, ik moest even naar de wc toe. Maar dit is het huisje, en daar laat ik verderop in de film nog wel het een en ander over zien. We zijn dus hier op nummertje 51. Dat is ons vakantiehuisnummer. Dan ga ik even door met alle spullen uit de laden die van mij zijn. En de bank is weer teruggeklapt. Daar moeten we het de komende weken even mee doen. Dat kun je hier zien. Zo. En dan gaan we de spullen naar binnen brengen. Hier zitten we dus. Ik ga ook zo even zitten, even lekker eten. Het restaurant hier, de camping. Precies. Dat dacht ik ook. Heb je dat nou als vervangen voor je camera? Ja, die camera heb ik mee hoor, zit hier gewoon in. Dus. Oh, ja, maar ik doe wat op de hoofd. Het is lekker gesmaakt, dus gaan we nu afrekenen. Hatse vlot. Zo. Dat was een mooie restaurant. Lekker gegeten. Dan gaan we nu weer terug naar de staalcaravan. Even een uitzicht bekijken hier ook. He? Zwembadje erbij, tennisbaan. Bierenbadje. Bierenbadje ook nog, oké. Okay. Ik heb drie kleintjes. En een terras hier ook. Dat mag best wezen allemaal hoor. Ziet er super uitgebreid uit, als het niet meer zeker is. Even de weg naar van het restaurant naar het huisje zien, naar de staalcaravan. Daar is de parkeerplaats. Dan is hier gelijk de laan in. Dit is hier op Porto Hero. En daar zijn ook allerlei bordjes aangegeven. Ja, we moeten hier een stukje klimmen, want ja, het is en blijft naar Ardennen. Dus veel klimwerk en daalwerk. Ja, dat zei ik al net in de camera, dat het heuvelachtig is. Want daar gaat het weer naar beneden. Nou, laatste zijpad. Voorlaatste zijpad eigenlijk, moeten wij naar links toe. Het is eigenlijk een tripje van niks. Er komt niks aan, dus we kunnen oversteken. René en Anja die lopen daar al. Dat is de auto. En dan zitten we zo bij de voordeur. Hier moeten we ook weer klimmen. Huppakee.
Nou, lekker gegeten en lekker gedronken. Dus. Dit is mijn kamer. Hier slaap ik dus. Ik heb hier wat spullen op bed liggen. De tafeltjes liggen daar. Ik heb één stopcontact. Die je niet zien, maar die zit hier ook. Verwarming. En de kast waarin ik alles heb opgeborgen. Dus. Daar, je niet allemaal zien meer. Maar wij zitten dus in Boulon. In... Belgisch-Luxemburg, vlak bij de Franse grens. Geen idee wat een rivier of dit is, maar dat kunnen we wel even opzoeken. Dus hier langs het water. En dit zijn dus toppen van de Ardennen. Daar ook dus. Zitten, even wat nuttiger. Kopje koffie of zoiets. We zitten hier vlakbij het kruispunt. Dan noem je dat ook weer de rotonde natuurlijk. We komen daar vandaan net een trammetje de foto genomen. Ze gaan daar even lekker zitten. We zien lekker gesmaakt toch? Ja. Mooi zo. We zijn vlakbij de Franse grens zitten, want Sedan ligt in Frankrijk. Dus goed kijken, dan zie je daar een heel grote burcht. Welke tijd het is, dat weet ik niet precies. Ik kan wel even nagaan. De Belgische vlag, die wappert daar vier aan top. Op verschillende plekken. Ja, het is ook vandaag de dag van België-Tunesië op het WK van 2018 in Rusland. Dus vandaar. Daar zien we de burcht van iets dichterbij. Water fietsen hier op de Semois, zo heet de rivier hier. Het begint hier in de Ardennen en eindigt in de Franse Ardennen en de Maas bij Chivet, net over de grens in Frankrijk. Maar hier kan je dus water fietsen. Ook daar zitten supporters van de Rode Duivels. En daar ga je het dorp uit, als je goed kijkt. En terrasjes vooral te vinden. Dat is daar verderop. En heel kleine horeca gelegenheden. Ziet er gezellig en aardig uit. Het is tenminste nu niet zo koud als gisteren. En vanmorgen. Net zoals bij Ernst in de Rijp, ook zo'n barbecue restaurant. Het ziet er wel leuk grappig uit. Op uit. Ik denk dan dat je een beetje uitkomt bij de uitkijkpost daar. Dus het was door het bos heen lopen, zoals je ziet daar ook. Dus. Goed, we gaan even verder kijken. De kerk van Boulon aan de overkant. Ik denk dat als je daar aan de overkant staat, kan je maar eens niet op de foto nemen of op de film. Dus laat ik het even zo doen. Dat is dan zeker wel anderhalf uur daar. Ja. Terrasjes vooral en winkeltjes. Hier Belgische wens van de Rode Duivels. Duidelijk te zien. Bloesems langs de weg op de lantaarnpalen. Bloembakken. Ziet er allemaal mooi uit.
we hebben heel veel eenden hier op de rivier de Semois. Schitterende uitzichten. Zeker weten. Ontzettend veel eenden. En heel veel waterfietsers. Er ook wel heel veel waterfietsen verhuurd, zoals je al zag. Naar de overkant toe, zoals je ziet. De bloesem langs de wand van de kade. Heel veel zwart, rood, gele ballonnen. En vlaggen hier ook. Of van de rode duivels. Die vanmiddag spelen tegen Tunesië. Ja. Het is nog niet zo gek als Nederland. Daar hebben we allemaal van die wimpels elke dag hangen. Als Nederland meedoet met een toernooi, met de EK of WK. Zo gek is het hier nog niet. En bloesem hier ook. Ja, lavendel. Wat ik ook in de tuin heb staan. Groeit hier als een malle. Ze denken hier echt wel om het groen. In Boulogne. Ja. Die bloemenbakken erbij ook wel mooi. Ik denk dat het wel een sfeertje is, hoe daar zo met die wedstrijd is. Dat was van drie. Ja, die helemaal versierd is met de Belgische vlag. Kijk, kijk, kijk. Die wanden gooit er nog even een duit in het zakje. Mooi, hè. Schitterend. Mooi, zie je dat? Ja. Centrum uit, dan ga je zo naar boven. Ook daar wappert de Belgische vlag. Hier is alles versierd. Tenminste, de hele auto hier ook. Kun je wel zien. Ja. Ja. Alles is wat versierd hier. We gaan even naar het brandpunt van vandaag. Daar op de trein waar we België en Tunesië kunnen bekijken. WK 2018. Dat is achter die heg. We gaan even de sfeer daar een beetje beproeven. Lavendel. Prachtig mooie lavendel daar ook. En een fonteintje. We gaan nu naar het voetballen kijken. Nou, dit is het dus. België tegen Tunesië. Voor België. Nou, dan gaan we het misschien meemaken. De heksenketel. Dan gaan we het meemaken, denk ik. Ja, dan gaan we het meemaken hoor. Komt ie. Hallo B. Ja, aanloop. Ja! Ja, ja. Lukaku 2-0.
Ja, het wordt 2-1 voor België nog wel, maar Tunesië wordt tegen. Ja, toen wordt het even wat stil, hè? Ja! 3-1! 3-1! In de blessuretijd van de eerste helft! Ja! Ja! Hoppakee! Mooi gedaan hoor, door Lukaku! Mooi gedaan! Schitterend! Hoppakee! Ja, volgens mij wel. Ja. Tegen de lat, nu weer niet. Toch denk ik dat het nou wel 5-1 was. Het zou zomaar eens kunnen. Ja, die heeft die bal nog. Die is jullie dan al van buiten. Ja.
Daar gaan ze weer hoor, daar gaan ze weer. Naar Florenville. Gaan we daar even kijken. Deurtje open. Tas erin. Jas er ook in. Hoppakee. Nou, daar gaan we dan. Dat denk ik ook wel, ja. Misschien wel redden, maar... Met enige moeite? Nou, het zal me wel moeite kosten. Ja. Precies, vind ik wandelen wel lekker, hoor. Ik hou wel altijd van wandelroutes. Precies. In Florenville. En we worden hier verwelkomd door hanen en kippen van de pluimveehouderij hier ook. Waarschijnlijk. René en Anja worden ook door hen verwelkomd. Mooi hè? Ze hebben hun eigen hockey allemaal. Zeker weten. Ja. Schitterend. Kippen die leven zich uit in de vrije natuur. Zo wordt het ook. Vrije uitloop noemen ze dat. Deel van het centrum van Florenville. Daar kwamen we vandaan. Hier sta ik dus nu. Mooi uit als je van tuinieren houdt. Of een tuin hebt zoals ik. En af en toe even tuiniert. Het nemen van de foto van de kerk nemen, maar ook even op de film. Wat ze daar aan het doen zijn. Tentjes. De centrale plaats hier in het centrum van Virton. Van Virton van Florenville bedoel ik. Net zo gezellig als gisteren hier of daar in Boulogne. Gelegenheden daar. Wat bij de kerk. Hier wat parkeerplaatsen. En vooral veel groen. Daar wordt echt wel aan gedacht hier ook. Ik zou zeggen, geniet er maar even van. Een terrasje. Gaan we hier even wat nuttigen, een kopje koffie met iets erbij of zo. Wat zijn watsers. Ook nog maar eens twee dingen, ik weet niet of je die kan vinden.
En dan zit hij te dom te lachen. Ja, precies. Binnen in het café, restaurant. Misschien vele biertjes hier ook. Lekker uitzien. Waar komen we dat vandaan? We staan nou hier voor de winkel even te wachten en dan komen Anja en René net aan. Ja, precies. Une petite pause, je vous retrouverai tout à l'heure pour encore un petit peu de musique. Et là, on va laisser place aux danseuses qui vont nous faire un petit spectacle. Zeker. Trapje op. Precies. Lekker zitten. Hé? Yes, yes, yes. Paard met wagen, koets. Bel daar ook. Thank you.
ik hoor het, ja, ik zie het. Een oude oldtimer. Had een Beatles tussen. Oude Audi. Oude Audi. Bloemenperken te zien. Daar ook, waar Anja en René staan. Ja, ik ook, ja. Het is een beetje veranderlijk weer, hè? Dat heeft mee te maken. De overkant, de terrasjes. Ja, gewoon bij de snackbar, even een patatje halen. Terrassen, ja. In overvloed. Uit de racebaan. Ja, hier ook. Dus. Ik zou zeggen proost. Hoppa. Hoef je niet aan je ogen. Ja, ik denk het wel. Dan moet je voor de rest moet je lopen naar de camping. Ja. Als je met de bus gaat. Ja, ik heb het snel op, ja. Ik geniet er minder van dan jij, dat is waar. Nou, dat was alweer het einde van het dagje Floor en Viel. Ja, dat was een leuke dag. We gaan weer terug naar de camping. De Floor en Viel zijn weer aangekomen thuis. Hier in de staakcaravan. En we gaan zo even lekker eten. Ja. Dus. Die zal er gewoon de polies komen. Ja, alles is opgeruimd hier, dus. Ja, gaan we zo even lekker eten. Ja, dit is ook cool. De gaakbal kiekeboe. Ja. Je hebt het altijd doen. Ja. Hij was een keer bij zo'n vrouw thuis, weet je wat? Ja. En weet je, hij wou ook al een date en zo. Toen zegt hij, ik hou mijn handen boven de tafel. Ja, dat is je garaien ook, zei die vrouw toen. En hij zei, ik wil er van schunnig gaan. Ja, precies. Hij kan wel schunnige opmerkingen maken. Zeker weten. Onze eurokok Martin Bleut. Het is dat fragment dan weer terug horen van, zo niet erop met die camera, zei hij. Dat zou hij ook wel tegen mij gezegd hebben, denk ik. Zou je jou zien en je zou het al lang. Ja, zeker weten. Dan zou je zeggen, zo neem je erop, meneer. Ja, we gaan even naar de snackbar toe. Even lekker patatje eten. Ja, we raden op een koketje erbij en zo. Oud fragment van hem. Ja, inderdaad. Snackbar moet hier dus ergens wezen. Even lekker simpel eten. Gaan we morgen koken.
ja. Even lekker zitten. Zo. Afgelopen stop ons eten. Even voetballen kijken. Nu ziet het er goed uit. Broodje kroket erbij. Lekker. Achteraf kan je maar zeggen dat. Ik zou zeggen. Nou, ze zeggen eet smakelijk allemaal. Het ziet er allemaal goed uit bij jullie. Bij mij ook. Nee, is hij het aanspelpunt van de Senegalezen. Hier een hele goede positie. En dan stapt hij uit de goede positie om te scoren, maar alleen Sabali vindt hem helaas niet die weer eruit van de keeper. Nou, ze zeggen eet smakelijk allemaal. Belangrijk en goed aanspeelpunt. Het ziet allemaal goed uit bij jullie. Voor mij ook. Nee, is hij het aanspeelpunt van de Senegalezen. Hier een hele goede positie. En dan stapt hij uit de goede positie om te scoren, maar alleen Sabali vindt hem helaas niet die weer eruit van de keeper. Alles is een beetje lastig, weet je, alles apart. Inderdaad. Hoge boom. Even uitkijken voor de wortels. Dan liggen ze op je snuit. Nou, ze zijn wat bekeken vanaf een ander camera standpunt. En de tennisbaan. Ja. Speelplaats. Daar ook. Grote camping. En daar is de in- en uitgang. We hebben ons kaartje moeten afmelden en aanmelden. Daar is het restaurant waar we net gegeten hebben. Zoals we net op het filmpje hebben kunnen zien. De vlog. Dan gaan we nu naar binnen toe. De boel laten zakken, daarna even koffie drinken, voetballen kijken, spelletje doen misschien, boekje lezen, weet ik veel. In ieder geval een beetje gaan genieten van de avond, ja. Dacht ik zo. Hoppakee. Het dierentuin van Boulon. We kunnen ook daarheen, we gaan eens even hier kijken. Kijk of wat in die kooien te beleven valt. Nog niet zoveel. Ja, dat is de hok van die zebra's. Ze laten qua uitwerpselen geen gras erover groeien als je het zo ziet. Jeetje mina. Man. Ja, precies. Ja. Waterbokken. Ja? Het zijn geen gruizige bokken, maar water. Papegaaien. Ja. Waar het nu geworden is. Dat gaan we daar eens. Geelvleugel aan. Ja. Een nevelpanter. Wat is dit? Een nevelpanter. Nee, ik zie hem niet. Misschien is hij wel in zijn hok.
Ik denk het ook wel, ja. Ik doe dat, heb geen zin. Dan ligt misschien lekker te slapen. Misschien zien we hem nog ja. Misschien dat hij daar wel even zien ligt of zo, daar inderdaad. Zie je hem niet? Nee. Zien hem niet? Is de neuvelpanter er? Nee hoor, die is. Daar ook, dat zijn de papegaaien natuurlijk. Wel bij. Van meeling dus. Wat een horens hebben we. Ja. Ik heb hem al op de foto. Je hebt nog wel foto's je niet, dus ik kan al wel van me heen. Ja, dat is ook niet. Die ook nog even? Die ook bij? Koekoe! Koekoe! Hoe? 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 Ja. De pauw. Gaan jullie mee? Ja. Zeker weten. Met z'n vieren. Ja, ik heb ze allemaal op de foto. Ik wil slapen. Ik wil slapen. Wat zijn dit voor beesten? Kangoeroes. Ja, toch kangoeroes. Ja. Een rashechte. In Nozem. Maar die moet je wel heel vlug nemen hoor, want ze lopen weg. Kom op. Wat zei het nou? Ja.
Ah, ze zitten er wel in. Mooi. Ja. Ze hebben zo'n rode kont, hè, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Zijn mantel gaat hij aan. Oké. Okay. Ik ben zo wauw in dit verstand. Ja. Ja. Hoe is het er dan? Ja, inderdaad. Kijk, ik zit nou wel lekker dichtbij opnemen. Zal ik het weten? Ja. Resultaten blijven groot. Kijk, hier liggen er nog twee bruine beren. Zo, even kijken. Hier. Daar! Dat zijn die bruine beren. Die waren nog eens op de wc gelegen, dat is hier een levende muis. Waar leggen ze op de wc? Ja, hier zijn twee Europese. En hier zitten ze in de dierentuin. Twee Europese bruine beren staan. Hoe oud kan ik niet zijn? Kijk, kijk. Voor ongeveer een meter. Insecten, maar vies en klein. 20 tot 30 jaar. Dus ze kunnen 50 jaar in een dierentuin. Oké. Okay. De paartijd is van mei tot juli, dus daar zitten ze nauwelijks in. Ja, precies. Ik denk het ook. Zeker weten. Het zijn er heel veel inderdaad. Benieuwd hoe oud die kunnen worden. Niet zo oud, 19 tot 20 jaar. Met een matje met 25. Hij eet gras, heide, boomschors, wortels, knollen, fruit, champignons en 1,6 tot 2,6 meter lang. Een schof zou het okay. Dat is dit hè natuurlijk. Ja.
Van mij keek je net wel even. Jo. Ja, pelikaan of zo. Het is wel pelikaan. Ja, vuurrijkers. Zet mijn voeten op mijn stok. Ja, ik heb ze ook alle drie. Ja. Je hebt er echt heel wat foto's op. Ik weet niet of dat gaat, als je hier op kan. Ja. Ik denk het wel. Raad eens hoe oud die kunnen worden. Weet ik niet. Maar 10 tot 12 jaar. Meestal veel minder. 10 tot 12 jaar? Ja. Nee. Maar denk je, wat er staat? Ze verdedigt dat territorium door te urineren naar bomen, struiken en rotsen. Nee, niet al. Een bollen. Nee. Een bollen. Ja. Ja. Vlak bij de weg in van de Uraad. Ja, dat is hier achter, ja. Kom mooi deze. Ja. Nog een keer kijken met je ogen. Meneer de Uil. Goed zo. Van de Fabeltjeskrant. Goed zo. Je bent echt fotogeniek, hoor. Nee, kom maar. Oh, daar zit er nog een. Kijk. Dan gaat er even eten. Dode eend of zo? Ja. Ik denk het wel. Je ziet er nog eentje. Hier, ja? Dat is twee. Mijn favoriete beest. Echt mijn favoriete beest. Nee, niet. Maar is dat een favoriete beest? Schitterend. Ik heb heel wat van die. Maar zo mooi. Ja, inderdaad. Valt het er nog van? Ja, die ene minder stippen zie je, die andere bijvoorbeeld veel meer stippen. Ja. Niet meer een bruine rug. Misschien zijn dat nog jonkies. Ja. Oh, daar komt hij weer. Hey! Mooi. Ja. Mooi, die kopjes zo aan de tweede kant op. Ja. Ze zijn er een grote. Ze zitten inderdaad vlak bij de snelweg.
Berend wil ik ook wel. Siberische steenbok. Die daar ook. Deze. De Siberische steenbok. Ja, dus. Deze. Die we hier net gezien hebben. Ik weet niet waar die nu is. Oh, daar is hij. Wacht, weg in de papiertje. Wat bent u? Een wapiti. Ja. Ja. Ja, dan hebben ze jeuk, ja. Ja. Ze laten hier ook een gras over groeien, kijk maar. Mooi. Ja, precies. Ja, precies. Het gaat weer klimmen. Attention, attention, het gaat weer klimmen. Klimmen. Er schijnen daar cavia's te zijn, dus ik ga even kijken. Cavia's! Cavia porcellus. Kijk nou, die kieltjes zeg. No. Is dat een konijn die jij? Ja, bijna. No. Kijk nou. No. Allemaal ras echt de doerakken. Ja. No. Die zit achter elkaar aan. Die zit er nog wel van. Ja. Maar dat wat een zieltjes, kijk maar. No. Ja. No. Zitten ze in die emmer, zit zeker wat in of zo. Ja, eten. Ja. Ja. Maar kijk, eten nou, hebben ze. Omdat groen doen ze zit elkaar een eten. Beetje weg, zie je dat? Niet weg. Weg jij. Ja, zie je. Kijk. Wat een shirtjes. No. Zijn er nog wat aan, hè? Ja. Kijk nou, ze liggen gewoon op elkaar. Kijk nou. Ja. En dat kijk nou. Er zitten zo'n grote zitten tussen. Zo'n grote konijn of zo. Ja, dat is mooi, hè? De rest is allemaal cavia's. Ja. Gezellig. Ja. Het zijn zelfs twee inderdaad. Even die andere even goed in beeld brengen.
kun je zo kijken. Naar die beesten. Wist ik niet. Die grote nozems. Dat denk ik ook, ja. Het ziet er mooi uit. Precies, net mooi zo. En dit is het einde. Hier, althans, dit pad loopt dood. We zitten echt vlak bij de grote weg. De Doerig zit even lekker te eten. Lekker eten. Kijk. Nog één keer. Kijk. Grappig. Kijk, die zo die. Wat mooi, hè? Kijk, nou, die zijn allemaal pootjes. Ja. Kijk, zo die is dat een beetje kieskeurig kijken van alles. Dat bruine laat hij vallen, zie je dat? Ja. Grappig. Vindt hij niks. Ja. Zo mooi beesten. Ja. Ja. Hij zal het laten horen dat hij wil. Ja, precies. Ja. Oh ja, dat is het. Zie je ze zo koud? Zie je ze zo? Zie je ze zo? Oké. Daar is ook nog een tractor. Die komt waarschijnlijk deze kant op. Hockey, wat heb ik jou daar? Er zijn ook eens van die doerakken. Ja. Ja. Een soort vlonder. Ja. Oh, dit is een vlonder. Een mandril. Ook
Dit is een vlonder. En hier ook een vlonder met beesten. De makikata. En hier wederom een vlonder. Le lemur noir. Dan hebben we deze nog, deze vlonder. Dat is even zo'n ras echte nozem. Gadverdamme. Scheidsspelen. Is dat goed? Ja. Kijk, natuurlijk eet dat gewoon op. Ja, dat is hier als weer aardbeien. Dat ook een eigen aanzicht. Daar zegt de doer. Je moet een apart kopje en een eetje. Ja. Is dat er eentje op de foon? Ja. Ja, de tijd gaat snel, hè? De giraf niet, nee, maar we zijn toen dat pad opgegaan. Ja. Zo, klein aapje. Hier al. Zie je dat, het lichte? Oh. Ik zie het. Dan moet je je bril afhaffen. Dan zie je het wel. Ja. Kijk, daar. Oh ja, ik zie hem. Ja, dan zie ik hem wel. Ja. Ja. Dat is, ja. Ja, zie je hem? Leuk, hè. Ja. Oh, kijk, ze komt er nog een. Ja, nog een. Hoppelakee, nog eentje. Leuk, wat steekt dat? Speciaal voor jou, die aapjes. Nee. Ik heb nu wel een vriend van. Dat is een van de waans. Maar waar zit die giraf dan? Die moet hier ook ergens zitten. Nee. Dat is ook niet te zien. Stekelwerken. Ja. Is een hoekje. Die ligt ook op zijn nest. Oh, sorry. Ja, ze liggen op hun nest. Ja. Ja. Oh, hier ook. Kijk. Hier zit hij. Oh ja. Ah. Hier zitten ze allebei. Benauwd lijkt me dat. Stekelwerkjes. Ja. Ga je ze verwennen. Oh, niet in het hok dus. Okay. Hier ook. Nee, ja, okay. Hier liggen ze. Wasbeertjes. Hier liggen ze, wasbeertjes. Hier. Kijk. Ze zijn al gewassen, dus dan liggen hier de wasbeertjes. Ja. Ik ga lekker lekker. Lekker. En een vlonder. Als hij letterlijk neemt, ook een droger neemt. Als je met Gerrit vergelijkt, hij ligt hoog en droog. Gerrit ligt. Thank you.
Ik zie het, ja. Oh, wacht. Neusbeer. Kom me voor in Centraal Amerika tot in Arnhem. Kijk. Ik denk je zelf nog wat de ingang komt. Staat in de richting van het bezoek. Hè? Richting van het bezoek. Hoe? Je bal moet wel eens afhebben. Ja, echt wel. Ja. Maar het loopt niet. Oh, hier. Hier is een pakje van. Zal die nog op de rij? Oké. Zie niks te zien? Nee, tenminste. Oké. Okay. Ja, ze zijn bezig hier. Entree. Het einde van het dierenpark. Terrasje, winkeltjes. Drinken gaan. Weet je niet van. Het weer zit wel mee vandaag. Ja. Behoorlijk zelfs. Dus. In ieder geval. We gaan nog eventjes wat drinken. Hetzelfde terrasje waar we zaterdag ook zaten. Ja. Dat is precies allemaal. Ik zou zeggen proost. Proost, ja hoor. Ja, proost. Proost. Hoppa. Die mag gewezen. Wat een camping. Na een dagje dierenpark in Boulon. En weer terug bij het huisje. Ik dacht dat ik hem niet goed dicht had, toch wel. Ik ga wel even lekker naar binnen toe. Gaan we zo even eten. Ga juist een foto maken van het huis. Zo. Weet je welke ze uitzenden? In Sedan, in Frankrijk. Ja. In Frankrijk, ja. Precies. Even kijken wat hier te beleven is. Hier. Kijken wat voor een rivier dat is. Ik ga zo even checken. En daar is de brug. Ik heb even gekeken op Google Maps wat we net in het vorige filmpje lieten zien. De rivier de Maas. La Meuse, zoals ze hier in Frankrijk en in Wallonië zeggen. En een verlaten voetbalveld. Ja, hier kan je ook lopen. Franse Ardennen.
Hier nog wel een sluis met water. Gaat daar naartoe. Wij gaan daar naartoe. Ik moet er wel even op doen, dat is een symbool. Absoluut. Torenspits. Even die kerk gewoon, ja, hier zien. Want de rest is hier niet te beleven hier. En dit is de Maas. Van de andere kant bekeken. Zeker weten. La Taras. Wat nuttiger, hè? Die weinig mensen verzorgen. Al gebouwd uit bijzondere stenen. Zet hier dan even een foto bij. Plas, Courton of zoiets. Ja. Ja. Zo even naar de overkant. Ja hoor. Nee. Blauwe lucht, fel zon. Mooi man. Bomen, planting. Hoe je graag in de zon wil zitten. Dan? De lucht is nog steeds blauw. Het is best wel warm. Ik
Ik zou zeggen, proost. Ja. Oké. Ik zou zeggen, proost. Zo. Gaan we weer richting de parkeerplaats waar de auto staat. En het is nog steeds mooi weer. Was een leuke dag hier toch? Ja, wel hoor. En Sedan? Precies. Gaan we weer terug naar Bertrie, naar België. Daar moeten we ook nog even wat doen. Zo, even een filmpje maken. Ja. De telefoon. En ik zit hier, toch. Nee. Ik denk het ook niet. Ik moet even alleen even kijken hoe we er naar binnen komen. Ja, even kijken ja inderdaad. Ja, deze heb ik op de Libelle toen gekocht. Oké, okay, die zwembad. Maar die was wel duur hoor. De badpak, inderdaad. Oké. Okay. Nou, daar is het zwembad dus. Ja, daar. Ja, het is heel makkelijk. Je moet het even uitzoeken alleen. Hoppakee. Oh, je kan hier ook zelfs nog ik heb het ook wel. Ik heb twee honden die zwemmen dan en dan kan je ze onder water kan je ze filmen. Dat is wel leuk. Oké. Okay. Dan zie je de tekkeltjes zwemmen. Ik heb de pootjes en dan gaan ze helemaal heen en weer. Ik heb het ski ook wel eens opgehaald en dan ga ik op het wekken en dan zie je dat ook. Ja precies, want dat is waterproof allemaal hè. Ja, ja, ja. Dat moet ook wel. Oh, u skiet ook. Dat is wel leuk. En dat was er. Dat was ook nodig. Ja, dat is wel lekker. Ze doen er vanavond een gooi. Ja, dat is waar. Voor zegen. Ja. Zwemmen. Heerlijk. Tweede jaar hebben we niet gezwommen, hè? Nee, volgens mij niet. Nee, toen was het niet zo warm. Ja, het was wel warm, maar toen was er volgens vervelend hè? Al die insecten. Oh, het schijnt. Je wordt gelijk agressief jij. Kijk eens. Zo. Dat gaat aan ja.
Ken ik ook hoor. Ik kan het wel zo. Ja, het lukt wel. Ja. Vliegtuigje. Zit hier een vliegveld vlakbij? Ik denk het wel. Heerlijk. Ja, dat ken ik ook hoor. Ja. Ja. Godverdomme zeg, wat lekker. Oh.
blij dat we hier dichtbij het huis zijn. Even uit. Dat dachten wij ook, maar het duur als je maar langs een vakantie gaat het vanzelf. Niet als vanavond ook. Ja, dan wel later. Zo, dat is een stuk kouder. Ik ga hem even afdrogen. Zitten we dan? Ja. Yeah. Ik krijg hem niet zo net als jij. Dat is even. Daar is de terras van het restaurant. Daar is de hoofdweg. Van de camping. Ja, ik wel redelijk, ja. Lekker blauwe plekken, joh. En hier zitten wij dus. Lekker. Lekker uit zwembad. Probeer met alle bakken. Precies. Met de tennisbanen. Ook, ja. Ja. Zo is het weer van vandaag, hè. Lekker weer. Ja. Hoor, die ras echt een nozem genaamd Lakenman. Zijn voornaam is René. Daar staat hij. Daar staat hij gewoon. Zo beter kunnen zien. Kijk, hij gaat een foto van ons nemen vanaf afstand. Ja, vanaf afstand, ja. Ja. Koekenbakken uit die afstand. Die moet je wel tasten. Kijk maar. Volgt nu. Af en toe zon. Dan weer bewolking. Zon. Bewolking. Dat is wel lekker qua temperatuur. Anja is weg, zo naar huis toe. Ga nog even in. Oké. Hoppa. Nou, daar gaan we dan. Yeah!
Alleen. Maar ik ga ook zo naar het huisje toe. En dit is mijn uitzicht. Ons bezoek aan het zwembad. En nu ga ik ook naar huis toe. Ik vind het wel best zo. Boven toe. Zo. Zo. Ik heb de camera even uitgezet en ik liep over het terras heen waar mensen zaten. Ja, die wilden waarschijnlijk niet gefilmd worden, dus. Vandaar ik niet meer film, want hier zijn weinig mensen. Ja. Dan lopen we terug naar de staakcaravan, waar René en Anja zijn.
Zo. Er zijn ook mensen met een tent. Een caravan. Voortent. Ja. Wij hebben gewoon een sta-caravan. Zo. Niks aan, dus we kunnen zo oversteken. Zo. En daar zitten we dan. En ze zijn naar binnen toe gegaan, denk ik. Dat kan ook. De deur is nog open, zie ik. Zo. Hé. Dat was wel even lekker hoor. Lekker gezwommen. Ja hoor. Huppakee. Dat valt nog maar te bezien inderdaad. Nou, dit is hem dus. Saint-Hubert. Mooi plaat. Ja. De laatste dag van onze vakantie al hier. Nou, de auto hebben we daar neergezet. Dus, ik weet niet welke straat dit is, maar het is vlak bij de rotonde. Nou, daar staat een straatnaambord, dat moeten we zo direct even lezen. Van de grote weg in ieder geval hier. Place du Fer. Ja, ziet er grappig uit. Lucht, bijna strak blauw, af en toe wat bewolking. Nou, dat mag de pret niet drukken, dacht ik zo vandaag. Dus van de natuur. Prachtige planten en bloemen. Net als daar aan de lantaarnpalen, zoals we al eerder in het filmpje zagen. En ook daar. De deksteen. Ja! Ja, ze houden hier ook van groen en natuur. Dat is een ding wat zeker is. Ja? Ja, wacht even. Thank you.
precies. Het is wel indrukwekkend. Zeker weten. Ja, dat blijft fantastisch, ja. Knap staat vakmanschap. Ik zie de Van Rossum hier al rondlopen. Met de... ja, Maarten Van Rossum, ja. Ja. Ik zie de Van Rossum hier al rondlopen. Maarten met zijn bromstem. Ja. Oh, toch een mooie bouwstijl hier. Precies. Hij zal er wel kritisch naar kijken, denk ik. Een beetje van dichtbij bekeken. Ja. Kraantje. En dan nog een kraantje. En dan nog een kraantje. We worden een beetje nat gespetterd hier ook. Dat maakt niet uit. Het is gezellig weer hier, ook een kraantje, alleen daar loopt geen water uit. Want die is kan er komen natuurlijk, hè. Nou ja. Ja, dat is een monumentaal gebouw. En we komen daar vandaan, van het centrum. Van het grote gebouw. Dat is de provincie waar we zitten. De provincie Luxemburg. Hero. Ja, provincie Luxemburg. Hier zitten wij. Ja. Op de camping en daar zitten we nu. Ja, ik vind het wel. Dan nog naar, niet naar Saint-Hubert, maar naar Bertrie. Saint-Hubert zijn we net geweest. Even een parkeerplaatsje moeten opzoeken. Hier kijken. In Bertrie zijn we zelf nog niet geweest. Mogen duidelijk wezen. Wacht eens even. Dat is de grote kerk van Bertrie, zullen we maar zeggen. Het dorpscentrum al hier. Dan gaat hij zitten.
naam van de bar waar we gezeten hebben. Wat hier hebben we dus gezeten. De hele week door het dorp heen gereden. Maar het bekijken doen we nu pas. De laatste dag. Ja. Hier houden ze van groen en natuur. Een tuintje. Zeker weten. Zo de hele tijd door. We moeten daar bij die kerk. Ja. Van Bertrie. Ja. Dat is zo'n instituut. Ja, dat zie ik, ja. Ja. Nou, hoe krijg ik dit eruit? Wat? Kun jij eens pionnen? Hoe moet dit eruit krijgen? Ik krijg het niet aan. Wat is dat dan? Ik voel het wel, maar jij zegt dropjes. Ja, dat zijn dropjes. Die zitten erin. Ik krijg het er niet uit. Ik heb ze toch altijd erin. Ik heb het niet uit. Geen idee. Eerst zit ik ook al. Kijk. Ja. Het zijn dropjes inderdaad, snoepjes. Ja. Wel bijzonder. Ja. Kijk. Staat ook op die. Ja, kun je ze niet uitknijpen? Dit zat ik ook al. Ja. Ja. Inderdaad. Ja, het is een zwaar. Je moet echt een auto doen. Je hebt er al een. Ja. Dat is ook vast een. Dat is ook vast een. Ja. Ja, je moet hard knijpen inderdaad. Ja, blijkt. Zo.
Ja. Ja. Ras zegt de neus om. Ja, gewoon in die podcast. Ja. Ja, precies. Een beetje met mijn bier ook. Bart die heeft niet Bertrix, maar Bartrix. Ja, Bartri. Hier ook, heb je nog een restaurant hier achter? Ja, hier is het. Brasserie. Kijk, ja, René moest even naar de wc toe. Die oude dozen. Ja, het is alweer onze laatste dag. Ja. Morgen gaan we alweer weg. Ja.
Oké. Brasserie? Ja, een brasserie. Nog op 5, dus nu. Net waar ik wil. Net waar ik wil. Ja. Ja, de zak is van Polen. Ja. Ja, ja. Twee keer voor. Ja. Zeker. Ja. Van Colombia. En in Colombia tegen gezeden auto. Zeg ik dat goed? Het zou mij benieuwen vanaf die knock-out fase wat het gaat worden allemaal. Ja. Ja, even een sfeerreportage maken. Ja hoor. Precies. Wat is er goed, Saint Hubert? Ja, is ze zeggen, eet smakelijk? Dankjewel. Eet smakelijk, zeg maar. Mick, eet jij nog even een broodje? Ja, ja. Wil jij geen broodje eten? Ja. Je wilt wat? Gaan we lekker voor je maken? Ja, ik heb wat kaas. Hoppakee, okay. Ik heb René ook. Nee, ja. Hoppa. Precies. Wat zit er nou bovenop? Is het, is... Nou, dat heb ik dus lekker gesmaakt. Hoppa. Zo. Mooie herinnering. Precies. Hoppakee. Mooi weer. Hoeveel was de rekening in totaal? €49,50. Oh, heel groot. Ja, had ik wel verwacht. Ja, precies. Hoppata. Ja, even een sfeerreportage maken. Ja hoor. Precies. Wat is er goed, Saint Hubert? Ja, ze zeggen, eet smakelijk. Dankjewel. Eet smakelijk, zeg maar. Mick, eet jij nog even een broodje? Ja, ja. Wil jij geen broodje eten? Ja. Je wilt wat? Gaan we lekker voor je maken? Ja, ik heb wat kaas.
Hoppakee, ik heb er nee ook. Hoppa. Precies. Wat zit er nou bovenop? Is het, is... Nou, dat heb ik dus lekker gesmaakt. Hoppa. Zo. Mooie herinnering. Precies. Hoppakee. Mooi weer. Hoeveel was de rekening in totaal? €49,50. Oh, joh, grote. Ja, had ik wel verwacht. Ja, precies. Hoppata. De wagen is ingepakt. Wat zit hier ermee? We zijn er helemaal klaar voor. Ja, inderdaad. Anja is aan het schoonmaken. Ja, daarom. Ik weet niet of deze er nog in kan. Nee, achter. Ja, die ga ik zo ingooien. Ja, is goed. Nou, hier ga ik zo rijden. Lakenman zit ernaast. Anja zit hier. Hierachter. Een plekje voor vrijgemaakt. Allemaal dus. Zo ziet het er van binnenuit, zeg maar. De telefoon, de oplader. Ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Nou, dan gaan we instappen. Ja, dan even pauzeren, even de benen strekken naar het pompstation. Langs de snelweg. Hier in België bij Mechelen. Zo. Nou. Laten we even afscheid van elkaar, hè? Na een vermoeiende dag. Ziet er mooi uit. Tuin. Zal ik je weten? Je hebt alles al. We zijn weer thuis. We hebben helemaal het post op te pakken. Ik heb niks afgesproken met mijn broer, dus we gaan even alles uitladen. Alles. Zet ik ook nog in de gang neer. Een jasje ophangen. Hoppa. Schoenen eruit. Handdoek. Leg hem maar even daar neer. Oeh. Even kijken, gaat het goed? Op de glazen. Geen goed, geen goed. Niks in de hand. Zo, deze twee tassen zetten we hier neer. En deze tas. Nou, dat was hem dan. De sleutel had ik daar neergelegd. Dit was de vakantie. 2018, de zomervakantie. In Bertrie. Ik zal nog eventjes mijn telefoon eruit halen. Dat lijkt me tenminste wel handig. Met batterij. Dit was de zomervakantie op Bertrie 2018. Bedankt voor het kijken van deze vlog. En
graag tot de volgende vlog van NVW TV. Er zijn nog heel wat van plan.